Tami Groenendijk, altijd fijn om als invals de winnende te maken, lijkt me. Ja, zeker. Het is echt super speciaal. Er was zoveel ontlading. Poeh, we hebben denk ik ook wel echt wel een aantal kansen gehad die er ook wel in hadden gemogen. Maar om nou als invaller de 2-1 te mogen maken, ja, het is super, super goed. Super blij mee, ja. Jij zat op de bank toen jullie op achterstand kwamen, al vroeg in de wedstrijd. Daarna leken jullie het even kwijt. Maar in de tweede helft van de eerste helft denk ik dat jullie goed herpakten. Maar hij wilde er niet in vandaag. Nee, ik denk dat we inderdaad, wat jij zegt, dat we het even een beetje verloren. In het begin ging het wel goed, na die goal een beetje slordig. We hebben echt wel kansen gehad en echt mooie aanvallen ook gehad. Gewoon goed uitgespeelde aanvallen en die kansen moeten we gewoon afmaken. Dus dat is gewoon zonde. Eigenlijk moet je gewoon met 2-1 rust in. Dus dan hou je het eigenlijk al heel erg spannend. Maar uiteindelijk alsnog die 2-1 gemaakt, dus daar dan wel blij mee. Toch die 3 punten, dat is het belangrijkst. Maar ja, die kansen moeten we wel gaan afmaken, ja. Ja, want als ik kijk wat Telstar eerder dit seizoen deed, 5-0 verloren, 7-0 verloren, vorige week 0-0 tegen Ajax. Zegt dat iets? Aan de ene kant inderdaad hebben ze die eerste wedstrijden misschien wel ruim verloren, maar tegen Ajax 0-0 houden zegt natuurlijk ook wel wat. Dat ze wel echt als team sterk staan, denk ik. En met dat vertrouwen namen ze denk ik ook wel hier naar ons mee heen. Dus ik weet niet echt of dat wat zegt. Maar uiteindelijk moeten we gewoon naar onszelf kijken en hadden we gewoon die kans af moeten maken, ja. Vorige week zei Ashley Bakker na afloop van, ja, het was een hele lelijke wedstrijd, maar ik ben blij dat we hem over de streep trekken. Denk je dat jullie tevreden kunnen zijn over wat je vandaag hebt laten zien? Ik denk deels wel, deels niet. We hebben, wat ik al zei, we hebben echt een aantal goede momenten gehad in de wedstrijd. Goed de controle gehad en goed de ruimtes benut. Maar ik denk dat we ook echt moeten werken aan die slordigheden en het afmaken van die kansen. Want nu ga je weer net aan 2-1 winnen, maar je moet natuurlijk gewoon ruim gaan winnen. En echt de overhand gaan nemen, dus ja. Zien we dat vrijdag in Stadion Galgenwaard tegen ADO? Ja, daar gaan we wel voor natuurlijk, ja.